Dit zijn Jesse en Santino. Die hebben alle twee een politieauto bemachtigd. En zij gaan mij achtervolgen. De bedoeling is dat zij samenwerken om mijn auto tot stilstand te krijgen. En als het hun lukt, krijgen zij 500 euro van mij. Boys, ik wens jullie heel veel succes. Doei! Oké! Okay. Nee! Kom, nee. Jesse! Nee, nee. Snel! Yes, je hebt mijn auto. Je hebt die auto dicht gedaan, of niet? Nee. Oh ja, oké. Okay. Let's go. Doei! Doei. Ik moet wel in de kapotte auto van Jesse, dus daar ben ik niet helemaal blij mee. Santino, we pakken hem! Maar de bedoeling is dat ik dadelijk waarschijnlijk wel moet overswitchen dus naar een NPC-auto. Dus jullie gaan enigszins kans hebben, denk ik, om mij te catchen, boys. Maat, we pakken je sowieso wel, ouwe. Ook al wel, je rijdt wel echt hard weg, maat. Jullie zijn echt veel sneller allebei. Ik moet gaan beuken. Dat is voor nu de bedoeling, want ik moet even een kleine voorsprong hebben. Ben kom dan! Ik ben kom dan, Torben! Ik dacht dat de politie uit voor mij aan de kant ging, of de auto's, maar... Gebeurt er niks als je de sirene aanzet? Jawel. Ik zit vast! Oké, dat is top. Dat is top. Hoe zit je... Bro! Waar zijn je heen? Hij is politie auto 1 is kapot. Yes, kijk hoe ik vast zit! Snel. Moet ik je helpen? Ja, beuk. Okay. Hoe zit jij vast, maat? Bro, kijk dit! Dit geloof je niet, ouwe. Ik kan het zien, denk ik. Ja, wat heb jij gedaan? Bro, ik weet het niet! Oké, dit moet de politieagent voorstellen, hè? Satie... Maat! Van jij de andere kant dan? Ja, dank je! Kom! Zijn jullie Oké, kom aan! Ja! Wat een gasten zijn jullie ook. Oh mijn god! Oké, ik ben nog even auto aan het switchen, dus ik hoop niet dat jullie mij nu catchen. Ik heb een nieuwe auto. Ik kan wel zien waar Jesse de hele tijd goed is, want die rijdt in mijn eigen auto eigenlijk. Rijden we überhaupt goed? Denk het. Hier moeten we heen. Bro! Hierheen! Je moet hierheen! Ja, ik ga verkeerd. Oh, hij heeft een bounty op zijn hoofd. Jop! Jongens, ik heb jullie niet verteld, trouwens, als het jullie lukt, krijgen jullie gezamenlijk 500 euro. Jullie hebben 20 minuten de tijd, dus ik wens jullie heel veel succes, boys. Die auto's gaan echt voor mij aan de kant houden. Ik ben helemaal verkeerd. Wacht, waar moet ik heen? Hierheen, oké. Okay. Zit die auto's weg? Ja. Dispatch 5353. Hij gaat de andere kant, maar ik wil jouw kant op. Hij komt mij, oké. Helemaal top. Maar mijn auto is niet zo snel. Dus dat is ga aan de kant! De sirene staat aan, vriend! Vriend! Nee! Wacht, nee! Hij gaat weer de andere kant. Hij maakt mijn hoofd gek, yes. Ik maak hem gek. Mogen wij elk wapen gebruiken of alleen een politiepistool? Nee, jullie moeten mij sandwichen met de auto. Als ik een stickybom op je hoofd gegooid. Jullie moeten mij handsuppen. Dus dit is... ik ga hem gewoon sandwichen met dat lood, hoor. Met wat? Ik ga je gewoon sandwichen met dat lood. Dat is helemaal prima. Ik weet niet waar Jesse eigenlijk is. Is die gewoon ergens... Ik ook niet. Bro, ik weet niet wat er met Los Santos vandaag aan de hand is, maar iedereen zweeft in de lucht in één keer. Het is ook druk op de snelweg, joh. Ja, er is vandaag een concert van Beyoncé. Oh, dat meen je niet. Beyoncé, ik zie hem rijden, yes! Jongens, wat zijn jullie nou? Want you make me feel like I'm the only girl in the world. Mijn auto gaat echt hier. Ik heb niks aan mijn collega, maat. Nee, dit is mijn terrein waar we nu op gaan. Dit is offroad en ik heb een offroad politieauto. Ja, en hij gaat nu vol de berg in, yes? Dus ik zou echt vol de berg in gaan. Ja, maar dat is prima. Ik kan dat. Ik heb een offroad auto. Ja, maar ik dus niet. Hier. Ik glijd denk ik een soort van weg. Oh, wat doet hij? Dag, yes, pak jongen. Hem, jongen! Dag, jongens. Nee. Crash. Oké, ik zit achter pak hem. Pak hem! Ja, komt goed. Daar is hij. Ik heb hem in zicht. Oh, nee. Ik heb de dief in zicht. Maar jullie moeten nou via de portofoon zeggen, hè, dat suspect... Ik heb de dief in zicht. Waarom zit hier nou weer een vangrail? Ja, dat weet ik niet. Jesse, over. Jesse, goed werk, over. Pak hem, over. Jongens, je hebt permissie om op banden te schieten. Jesse, Santino, ik heb een straatauto nodig. Hij zit op de weg. Ik neem het terug, hij zit weer op mijn berg. Op een berg? Ja, ik ben even aan het kijken waar Santino is. Ja, ik weet niet waar jij zit. Oh, ik krijg allemaal checkpoints in mijn beeld. Oh, tuurlijk. En ook nog money checkpoints. Santino, wat ben je aan het doen? We moeten hem insluiten. Ja, bro! Er zit hier ook weer een muur in één keer. Uh-oh. Oh, daar is hij. Dispatch! 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 Oh, jullie hadden hier kunnen pakken, jongen gek. Oké, Santino, nu moeten we pakken.
Oh. Dispatch! Uh-oh. Mijn auto is ook helemaal naar de getver. Oh, ik schiet op de chain. Ik ben over het randje heen. Ja, maar jij kan dat. Ik weer niet. Uh-oh. Oh, hij ligt hier op zijn kop. Jesse voor Santino. Dit is de kans. Uh-oh. Yep, dispatch over. Oh, jongens. Jesse voor Santino. Oh, jongens. Oh mijn god, wat ben ik allemaal aan het doen? Oh jongens! Nee, pak hem! Op zijn banden! Op zijn banden, yes! Ik had hem bijna! Aan de kant! Aan de kant! Oeh, jongens! Oh, we moeten hem hier pakken! Nu moet ik hem insluiten! Nee. Ik heb hem! Nee! Oh, nee! Nee! Santino, Santino over Jesse! Santino voor Jesse! Oeh! Ik ben echt net weggekomen, kijk, dat was het! Het scheelde zo weinig! Oei, oei, oei! Ik ga naar boven, ik ga naar boven. Dispatch, oh mijn god, ik glij weg, laat maar. Oei, oei, oh, ik ben veilig, ik ben veilig. Jij hebt een veel betere politieauto hiervoor. Oeh, dat scheelde weinig. Oh. Ja, maar dit is niet zo goed voor mijn politieauto. Oh! Het is een beetje kapot te gaan. Ik moet denk ik weer een boef gaan spelen, want ik heb een nieuwe auto nodig. Oké, we moeten de weg weer op. We moeten hem nu pakken. Oh, ja, oh nee. Ik ben bezig, maat. Maar mijn auto gaat ook naar de Filistijnen. Oh, dat scheelde niks. Oh. Oké, ik zit weer op de weg. Mijn auto die is een beetje naar de Malamiche, maar... Ik kom ook naar de weg! Oh, dit was niet heel goed voor mijn auto, dat is wat minder. Oh, mijn deuren zijn eruit, Jesse. Misschien moet ik straks maar een burgerauto pakken, Santino. Oeh, politie burger, like it. Waarom een burgerauto? Omdat ik zin heb in een hamburger. Oh. Oh, nee, ik val uit mijn auto. Ik val uit mijn auto. Oké, okay, ja. Ik ben een nieuwe auto dit is de kans. Nee. We moeten hem afsnijden, Santino. Oh, je hebt de afslag niet gepakt. Yes, je hebt de afslag niet gepakt. Nee, omdat ik je wil afsnijden. Oh, wacht, afslag. Ja, afslag. Goeie. Pak ik de uitgang. Oh. Wacht, hij gaat weer de andere kant terug. Hij gaat de andere kant weer terug. Hij staat weer. Oh, woehoe! Goh, hij zit vast. Nee! Oké, ik zit weer op de weg. Ik zit weer op de weg. Same, dispatch. Ik ben achter de vervluchtige. Achter de voortvlucht gaan. Jesse voor Santino. Ik leef weer. Jesse, kom maar door. Zullen we even Mackie? Ik heb letterlijk Mackie achter me aan. Ik was zin in eigenlijk. Oh jee, je hebt nog mijn gezichtje aan. Ja, ik heb weer even nog een auto gepakt, jongens. Ik vond deze toch eigenlijk mooi. Ik ga even donuts halen. Juist, oeh, lekker. Zo. Ik wil met chocoladeglazuur. Oh, politie! Oh. Dag, politie! Oh, twee politie zelfs. Dag, dit is gewoon echt al gevolgen. Ik vind het wel leuk. Oh mijn god! Wat is er? Ja, ik rijd de hele tijd via vangrelen, jongen. Ik word er helemaal gek van. Ik ben nog on track. Ik moet ook gewoon op de echte politie hier ontwijken. Oh, Jesse die heeft natuurlijk offroad. Hij is offroad. Jesse die rijdt hard. Hij is offroad. Oké, is goed, dispatch. Oh, jij kan een money checkpoint aanpakken, yes. Heb ik gedaan. Even zwart geld verdienen tijdens mijn... Nee. Ik glij hier weg. Ik herhaal, hij is gecrashed. Ja, onderweg. Nee, er was politie daar. Sluit hem nu in. Oh, hij is er weer af. Hij is van de vangrail af. Oh mijn god, maat. Hij is weer op de grote weg. Ik herhaal, hij is weer op de grote weg. Hoe lang overleef ik al? Oké, ik zie hem, dispatch. Ik zit achter je. Oh. En natuurlijk rijd ik weer tegen rots aan. Hey, jongens, jullie zijn niet zo'n hele goede politieagentjes. Jesse voor het hoofdkantoor. Mogen we banden gebruiken? Mogen we banden schieten? Mogen we wapens gebruiken? Oh. Ja, zeker. Je hebt permissie om te schieten. Oh nee, nu moet maar ik gewoon... alleen op banden en op kriesschijven. Ja, stem. Ik ga nu gewoon naar een spray en ik ga gewoon... Oh, je bent sneller dan wat ik ben. Ja, daarom. Maar niet veel sneller. Haal ik jullie nou een beetje in, of niet? Ja, jij hebt de snelste politieauto. Let's go, dispatch! We gaan hem pakken! Oké, let op, Jesse. Hij gaat nu naar links of rechts. Ik probeer zijn handen lek te schieten, maar het lukt me niet. Heb jij je politielampen aan, of niet? Ja, tuurlijk. Oh, ik zie het helemaal niet. Er gaan auto's voor me weg. Oh, maar hij loopt uit. Hij kan veel sneller die pochten door. Ik ga kapot snel aan, Matty. Maar hoe gaan we dit doen? We moeten even tactiek hebben. Oké. Oh, hij is de andere weghelft opgegaan. We moeten hem insluiten. Jij moet predicten waar hij heen gaat. Bro, ja, maar hoe doen we dat? Hij is hier goed ervan afgekomen. Hij is op een treinspoor. Ik ben jullie kwijt, gek. Hij is op een treinspoor. Oh mijn god. Ik ben jullie kwijt, gek. Dit lijkt ook gewoon op de echte politie. Echt serieus. Wat? Zijn jullie samen Ja. Nu?
Nee, hoe slecht wij zijn. Oh. Ja, ik was even zieke manoeuvre uitgehaald hier, gek. Waar zijn jullie nu? Oh, daar. Ja, ik zit bij het viaduct. Ik zit onder de viaduct. Zit je onder het viaduct? Nou, fantastisch voor jou. Ja, ik kom hier niet weg. Oh, jeetje. Oh, jawel, ik kom hier wel weg. Wacht. Oh, jeetje. Ik herhaal, suspect kwijtgeraakt. Suspect kwijtgeraakt. Oh, nee. Nee! Dag. Toet, toet. Jesse heeft me denk ik wel weer gevonden. Maar waar is Santino? Ja, bro, ik moest weer een tussendoorweggetje nemen. Ach, jongen toch. Ik probeer slim te rijden. Ja, en ik probeer nog enigszins bij hem in de buurt te komen. Uh-oh. Wegloop dood, ik herhaal, wegloop dood. Oh, ja, stop, en ik loop dood. Stop, dat is stop. Nee, ik crash. Oh, ik rij op de een of andere manier weer door. Oh, daar zie je. Oké. Snel. Ik probeer in de buurt te komen, maar het lukt me niet. Oh, ik ga de hele verkeerde kant op. Nee, deze auto is te stoer om te modifyen. Ik kan geen... Ik heb een hele slechte collega. Hoor je dat? Hoor je dat? Hij wil modifyen, Ja, ik herhaal, hij is bij de mechanic. Dat kan dus niet. Oh. Aan de kant, burger! Oh, ik zie hier een oranje auto. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Kom op, Santino, pak hem! Die wil ik hebben. Ik heb een oranje auto. Ik heb wel weer politie achter me aan. We moeten hem insluiten. Ik heb 2 sterren! Ik ben bij hem! Nee! Ik ben bij hem! Nee. Ik rij achter je. Nee. Volgens mij heb ik zijn band. Nee. Volgens mij heb ik zijn band gepopt. Nee. Ga terug, Jess, ga terug! Ik ben aan het rijden, Rick! Oké, ik probeer hem af te snijden, maar het lukt me niet. Oké, we kunnen weer. Ik zit nog steeds achter de verdachte aan. We kunnen weer. Zijn als de banden lek? Nee, dat probeerde ik, maar hij heeft het. Oh mijn god, ik schiet eruit. Politie. Ik schoot zelf uit de bocht. Oké. Collega's, pak ze! Oké, hij is hier verstopt. Ik ga goed nu. Oké, ik ben weer een beetje... Hij zit in de garage, Hij zit in de garage! Oh nee. Waar is Jesse dan? Is die ook in de garage? Waar is hij? Ik zit even te kijken, hij is naar buiten gesprongen! Hij is daar naar buiten! Chips! Ik wist dat je ergens naar buiten kon springen. Oh, ik zit vast. Nee. Ik wist dat hij het ging doen. Ik leef nog. Oeh, jongens! Waar zijn jullie nou? Waar zijn die politieagentjes? Hé? Waar zijn die politieagentjes? Bro, ik zit ergens, ik snap er geen reet van. Oh, ik zit hier nu. Waar zijn jullie? Ga eens aan de kant. Ja, je bent naar beneden gegaan. Ik ben naar beneden gegaan? Hoe bedoel je, ik ben naar beneden gegaan? Ik ben hem kwijt. Ik herhaal, ik ben hem kwijt. Ik heb een andere auto. Ik ben hem kwijt. Ik heb een auto van collega's gepakt. Hallo! Oh mijn god. Nee! Mijn band! Ik heb zijn banden gepompt! Nee, ik heb zijn banden gepompt! Jesse, ik heb zijn band gepompt! Nee. Kom! Nee! Oké, pak hem. Dit is de kans. Nee! Bam! Nee. Ik ben bij hem! Nee. Ik kom eraan. Nee! Ik heb zijn banden! Zitten jullie op de snelweg? Ik kan niet meer rijden. Ik herhaal, controller is uit! Nee. Ik herhaal, controller doet het niet! Nee! Ik vergas hem! Nee. Ik heb weer het hoekje! Kom nou! Nee. Zit op! Help! Zijn jullie op de snelweg? Nee! Mijn controller! Nee! We hebben hem! Uit de auto! Nee. Ik herhaal! Uit de auto! Ik heb mijn handen omhoog! Taser! Auw! In zijn knieschijven! Ja, Sam! Taser! Nee! Bam! Wat? Taser! Yes! We hebben hem! Goed gedaan, yes! Zeer politieagenten, gefeliciteerd. Dat was een mooie achtervolging, jongens. Fantastisch. Potentori. Ik stuur even 500 euro GTA ingegeld naar jullie op, ja? Oh, liegmeest.